ploeg van coach Jan Dekker ook op getraind de afgelopen dagen. Dit is Johnson die graag alleen wil. Let op. Jeumine. Ja, die telt. 4-0. Weer die goede verdediging. De Bosse verdediging zit goed in elkaar in de openingsminuut van de wedstrijd. Man to man. Goed opletten. Dat is lopen. Dan moet je verfluiten. Het blijft 100%. Het is 8-2. Knight. Dit is Raymond Botsen. Gisteren tijdens de middagtraining licht geblesseerd aan zijn rug. Maar toch speelklaar gemaakt. Moet ook wel. Hij zal lang goed moeten blijven in deze wedstrijd. Een mooie beweging om Kevin McGee heen. Prachtig begin van de ploeg uit Den Bosch. Scorer van Larry Knight. Die verdediging van Den Bosch die verdient nog steeds alle lof. Want Maccabi is nog niet goed tot zijn aanvalsopzet gekomen. Dit is één optie. Dat is de drie punten van Yamshi. Dit is de ander. Die misgaat. Ja, dank u. Dat is ook Duncan. Over en door iedereen heen is hier de dunk van Larry Knight. Het wordt 20-21. Maccabi op voorsprong dus. We hebben dik 8,5 minuut gespeeld in de eerste helft. Het hele mooie is er een beetje vanaf. Er staat ook nu een zoneverdediging van Den Bosch. Attent en goed. Mickey Berkowitz loopt te kankeren tegen Doran Yamshi. Die aan de andere kant staat. Aruesti is de spelverdeler met 7 hier. Die puur linkshandige man. Driepunter Berkowitz. Boom. 20 tegen 24. Berkowitz. Botsen. Pietersen. Van veel te ver. Van... Ja, dat moet hij niet doen. Gewoon lekker je aanval spelen. Niet forceren. Raymond Botsen die een goede indruk maakt. Mooie paas. Goed gespeeld. De paas is fantastisch. Het is natuurlijk leuk afgemaakt door Light Knights. Maar de paas is goed van die kleine man daar. Zo blijft het aardig. 22-24. Aroesti en Yamshi. Yamshi die keurig verdedigd wordt daar door Esveld. Is geblokt gewoon. Daar gaat Botsen. 3-1 situatie. Knight afgeven. Layup. Raymond Botsen. Gelijk. 24-24. Mooi. Je zal tegen die blok oplopen daar van McGee. Zoals Botsen bijna deed. Kijk, onderlangs. Kijk, kijk. Mooi. Mickey Berkowitz. Wat een klasse. Den Bosch speelt nu in zijn zeg maar, kleine opstelling met Van der Steen en Botsen voor in de zone. Yamshi. Yamshi staat nu op 5 punten. Johnson. Oeh, het komt goed uit. Paas nu gewoon. De Amerikanen willen eigenlijk te veel alleen doen. Dat geldt voor Knight en voor Johnson. Het waren beter om lekker als ploeg te spelen. Dit mag er ook wezen trouwens van Yamshi. Maar de paas was van Aruesti. Eerste time-out van de wedstrijd. Maccabi voor met 32-26. De Israëlische speler Yamshi heeft even wat gescholden tegen scheidsrechter Kotleba. Het heeft weinig zin. Dit heeft ook weinig zin trouwens. Wat Johnson doet. Deze Johnson dan. Ja. Ik zou opzij gaan als ik Van der Steen was. Maar hij bleef staan. Waarom niet gewoon gespeeld zoals de openingsminuten? Allemaal te gehaast. Niet goed. Internationale ervaring betekent heel veel in de Europa Cup. En hier is het bewijs. Het is 10 punten verschil nu. 30 tegen 40 door Kevin McGee. Knight. Van der Steen. Ja, je moet dat gewoon die bal erin gooien. Wat is dit nu toch allemaal, jongens? Wat gebeurt hier? De jongens uit Den Bosch zijn de kluts totaal kwijt. Na zo'n mooi begin worden ze nu weggespeeld. De laatste aanval voor rust. Gaat twee keer mis voor Maccabi en het is 40-57.
Maccabi heeft een lekkere avond nu. Drie punter van Mickey Berkovic. En coach Dekker, die voor zijn bank staat en nu gaat zitten op de grond, heeft alle mogelijke moeite om een sluitende ploeg, sluitende formule te vinden voor die ploeg. Kijk, daar zit Jan op zijn hurken. En hij ziet dit allemaal gebeuren. Oh, dit is dodelijk als je dit overkomt. Maar Maccabi is een wereldploeg. Wat hier in het veld staat, daar is nauwelijks iets mee te doen. Ik kan me nu indenken wat er in Dekker zijn hoofd omgaat. Als je zo gepakt wordt, kijk eens, hoepsie. Er gaat ook wel eens wat mis hoor, maar dan pakt gewoon McGee hem op. 30 punten nu. Oh Jan, wat heb ik met je te doen nu? Hier zit Richie Johnson van Den Bosch. Die heeft een liesblessure en die zal ook wel op de bank blijven. Dat is natuurlijk ook een zwaar verlies voor de ploeg uit Den Bosch. Maar het is natuurlijk niet zo dat ze dan zich helemaal moeten laten pakken zoals hier gebeurt. Die vrije doortocht voor Lee Johnson. Het is nu een dunkfestival geworden. Het hoeft allemaal niet. Het had wat beter gekund, denk ik. Jelle Esveld met de drie punten. 66-91. En het dunken gaat door. Het is alleen maar lekker vrij spelen nu. En McGee heeft een heerlijke avond. Laatste 50 seconden van de wedstrijd. Concluderend. Een oppermachtig Maccabi Tel Aviv. Den Bosch begon heel sterk. Hield dat een kwartiertje vol. En toen kwam de pletmolen die Maccabi Tel Aviv nou eenmaal is. Allemaal hele goede spelers. Internationals, dure Amerikanen, kracht, spelintellect. Alles zit in die ploeg. Het is een topper. En Den Bosch is dat niet meer. Heeft er niet meer het geld voor. Maar er wordt lekker gebald. Scoren van Korthout, dat is een voorbeeld van wat ik bedoel. Nederlandse jongens die het moeten gaan doen. Het is niet meer de Europese top. Het is wat anders geworden. Ook die bal gaat erin. Zodat we hier een overwinning krijgen van Maccabi Tel Aviv. Kevin McGee was de beste speler van allemaal. Absolute topper. Hier is de eindstand. Nashua Den Bosch 95. En Maccabi Tel Aviv 113. Zuid-Enschede.